In verband met onze serie Het Gevoel van Kerst doet ATV u verslag van een bijzondere attractie te Lelydorp. Wie over de Indira Gandhiweg voorbij Lelydorp reed, kan het niet missen. Op de berm van de Sint-Antonius-parochie, naast de VCB-bank, trekt een kerstboom van petflessen in een nabootste kerststal alle aandacht. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de Sint-Josef-parochie en de Sint-Antonius-parochie. Pastor Franciscus Mistrianto uit Indonesië zegt dat het bouwen van de kunstboom bijna 2 weken heeft geduurd. Dus waarom met petflessen? Dus we hebben in de Rooms-Katholieke Kerk hebben we die hoogste dingen, leider, en dat is paus, onze paus Franciscus. Hij heeft ons altijd gevraagd om aandacht te geven, sceptisch aan het milieu enzovoort enzovoort. Ja, dat we ook, we zijn in Amazonegebied. Wij moeten rekening houden met het milieu, met de schepping. Vanaf 2017 heb ik gemerkt dat heel Suriname gebruiken softdrink of drinken softdrink. Dus bijna elke winkel, als we ergens gaan, daar vinden we altijd softdrink. En van die softdrink hebben we altijd die petflessen, toch? En daarom willen wij ook zo een bewustwording tonen aan die mensen, dat die mensen ook niet zomaar die petflessen weggooien. Wij kunnen ook recyclen en zo. Dat was pastoor Franciscus Mistrianto over het idee achter de kerstboom van petflessen in een nagebootste kerststal te Lelydorp. Ook de jonge kunstenaar Sean Darmohutomo heeft bijgedragen aan dit kunstwerk dat tot en met 27 december te bewonderen is in Lelydorp dus.